medewerkers druk in de weer met de winter Efteling. Maar voor de meeste medewerkers was de winter een periode van WW en iets te veel rust. De Efteling heeft een oplossing gevonden voor seizoensmedewerkers in de vorm van een personeels-BV. Efteling personeels-BV geeft de 250 tot 300 seizoensmedewerkers, hebben wij een jaarcontract gegeven en de mensen worden buiten en binnen de Efteling geplaatst in de periode eind oktober tot en met maart. Dat uitzenden buiten de Eftelingorganisatie vindt plaats bij onder meer verzekeringsmaatschappijen waarin 35 tot 40 tal administratieve werkzaamheden verrichten, logistieke werkzaamheden, thuiszorg. We proberen zoveel mogelijk naar duurzame relaties met deze bedrijven toe te gaan. Hoe reageren de mensen zelf op dit idee? Het eerste jaar waren ze terughoudend, soms wat argwanend. Nu is men over het algemeen laaiend enthousiast. Want men ziet op een gegeven moment dat er ook gezocht wordt naar goede duurzame opdrachtgevers. En men is happy. Is nu ook zo nu een project als de Winter Efteling dat vandaag weer van start is gegaan beter rendabel kunt maken door die Efteling personeels BV? Als we de medewerkers van de Efteling personeels BV niet ter beschikking zouden hebben gehad, was het praktisch uitgesloten om een Winter Efteling op deze manier op te tuigen, zoals wij nu het doen.